Hallo Spencer, Brikkels Spank Game is het zesde of het zevende deel van Harry Potter en de Vuurweken. Ik hoop dat jullie zin in hebben. We moeten nog één schild halen. Ik denk dat wij het verboden bos even een lekker schildje mee kunnen snoepen. En dan kunnen we lekker door naar de volgende opdracht. En dan is het volgende opdracht eerst kruidenkunde, geloof ik. En na kruidenkunde kunnen we weer twee extra schilden halen. Want natuurlijk, Hemelien. Ik moet nog steeds even een derde kaart komen. En daarom heb ik nu even geen zin in. Dus ja, we gaan lekker even ownen. Even kijken. Ik geloof dat... Ik heb wat research gedaan. Hier hoort als het goed is boven ons nu een schild te zijn. Even kijken. Even zoeken waar dat ding zit, die rakker. Hier is hij. Kijk, er is hier een leuk schild. Ja, dat wil natuurlijk wel bij. Ah, dat kunnen we niet. Wow. Kijk, je kan niet actie houden. Dat is heel jammer. We hebben namelijk een blok nodig. En dat moeten we ergens in dit level vandaan zien te halen. Een heel groot blok. Maar er is als goed nog een schild. Ik heb het nog niet eerder gedaan, dit. Ik weet alleen dat het er is. Ik geloof dat als je deze kant op blijft lopen. Is het uiteindelijk weer een zwevend schild. Dan moet je alleen even een vuurkrab doden. Ja, wij kunnen wel een vuurkrab doden. Dus laten we dat gewoon lekker doen. Ja, ik zorg dat we dit maar even op. Want ik kan even makkelijk wat schulden verdienen. Ja, dus dan moet je dat even opzoeken, hè. Na deze Harry Potter komt de vijfde Harry Potter. En ik heb nog niks beter om te vertellen dan de meest logische dingen te vertellen. Even kijken. Oh god, we kunnen hier hopelijk langs. Yay. Ja, Harry en Ron blijven lekker achter. Maar ja, Ron had een vriendschapskaart, dus hij zou er even op moeten schieten. Ik bedoel, dat kan hij. Ron kan dat. En we hebben ook bijna genoeg uitdagingsschilden. Ik kan hier echt niet bij, om een of andere reden. Oh, nu opeens wel. Ik zie achter nog wat te doen ofzo. Dat ik zoiets heb van, hier wil ik heen. Ga eens dood, jij. Auw. Wat is hier allemaal te doen, jongens? Wat is hier allemaal te doen? Wel zinnen. Misschien nog een mooie steen mee te nemen? Dat zou fijn zijn. Deze steen nu. Wil je mee? Nee. Waarom de fuck zou je hier achter willen dan? Of dat hier een grappige lady staat. Oh god. Oh, ga hem niet doden. Hij is mijn vriend. Niet op die manier. Nee. Ah, sorry Ron. Daar kwam er niet door zo om. Echt man. Sorry Ron. Ron, ik zei het met speet. Ik vind het wel grappig hoe die ketels mensen gewoon in één keer een hele muur slopen. Als ik hem een bron laat vallen, nee, dan verlies je maar 1/10 van zijn leven. Nee, dat zijn altijd van die dingen, dan denk ik van, waarom? Dan is hier echt een paar weinig te doen. We moeten gewoon even dat tonnetje pakken en dan kom je nooit weg, weet je wel. Rennen, Emeline, ik wil weg hier. Nee, snel! Nee! Irritante plant! Laat me raden, span nog zo'n beest. Die dingen blijven gewoon spannen, joh. Als jij nou gewoon even daar houdt, dan pak ik deze. Ja, dat zat eraan te komen. Ah, oh, ging wel dood. Nou, dat scheelt dan weer, hè. Nu is de vraag, hoe komen jullie ooit weg? Dat is zeker een goede vraag. Beschrijf me even, jongens. Nee! God, wat een domme. Nee, deze moet er wel voor. Ja, mooi. Snel weg, Emeline. Wat die andere twee gasten daar gaan doen, dat zoeken ze zelf maar even lekker uit. Ik ben weg daar. Wingardium Leviosa. Oké, gewoon even lekker lopen. Oh, ho, ho, ho. Wat moet ik hier doen? Kijk. Nou, laten we gewoon even dit ding afschieten. Op de lekkere busjes. Ik hoop dat het gewoon even snel lukt. Anders dan lukt het niet snel. Dan duurt het lang, weet je wel. Dat begrijpen jullie wel. Als het niet snel gaat, dan duurt het eventjes. Kijk, in één keer. Even kijken of we er nu doorheen kunnen baggelen. Ja, mooi. Ik vind dit wel een mooie kant om een keertje heen te gaan. Dus ja, laten we gewoon deze kant opgaan. Wat een goede keuze lijkt qua kanten. Ik ben net terug van school. Ik ben wel vaker met school. Waarschijnlijk zie je dit pas in het weekend. En deze krab is... Oh my god, hij is gemeen zeg. Is echt geen liepetje. Even iets anus. Ja, we hebben wel heksen zijn anus. En daar komt het uitdagingsschild. Tadadaa. Die uitdagingsschilden zien er wel best cool uit. Dat moet ik toegeven. Kijk, zien we wat te doen? Vuur. Ik heb niet zo vuur. Nou, zien we het dan wel weer. Uitdagingsschild, ik kies jou. Wee. Tadadaa. Nieuw level beschikbaar. Kruidenkunde. Oeh. Ja, ik weet niet. Of we deze dus kruidenkunde gaan doen of we dat andere schild in het bos gaan doen. Dat is spittig. Dus even kijken wat dingen ze ervan vindt. Waarschijnlijk moeten we eerst kruidenkunde halen voor de uitdaging. Dat is wel voor het spel, want dan krijgen we het kiwi wiwi wiet. Dan kunnen we verder. Even kijken. 4 tovertoernooischilden, dat is veel. Dat is veel. Het meer niet vrijgespeeld. Oké, dus we moeten 4 tovertoernooischilden. Ik denk dat we gewoon nog een keer terug naar het verboden bos. Ja, dat is het gewoon. Hemelien, man! Of eigenlijk ben je wel een vrouw, denk ik. Tenminste, dat hoop ik wel. Ik hoop dat jij een vrouw bent, Hemelien. Nee, sorry Ron, je krijgt geen kaarten van mij. Dat is terug. Zo. Een andere keer. Ja, we moeten nu een hele grote steen zoeken. Nou, ik neem aan dat hij niet al te ver weg is. Ik bedoel, anders moet ik fucking ver met die steen gaan sjouwen. Dat zal allemaal wel meevallen.
hoop ik. Ik hoop dat het mee zal vallen, anders dan, ja, dan is Harry Potter aardig aan het kutten. Of die stenen er een heel level in moeten sjouwen. Nou, we gaan even zoeken. Ik weet niet hoeveel schilden er allemaal in dit level verstopt zijn, maar zijn er voor me aardig wat. En daarachter, wat is dat? Wat de fuck is dat daarachter? Ik heb geen idee wat het is, maar we gaan het over enkele seconden uitvinden. Als die doolstompen gewoon even doodgaan, verdomme. Ja, maar oké. Okay. Ronde klonk ook weer lekker, jij. Heerlijk, Ron. Nee, die niet. Ik wil deze. Oh, is wel aardig te mikken, dat ding. Hop. Ja, goed zo. Nog even eentje. Ja, mooi. Volop. In de roos, kameraden. Ja, we kunnen wel erin nu, denk ik. Wat de fuck is dat? Dit. Even kijken, dat is het voor leuk. Oh, daar ga je met tovenaarskaart. En daar is een blokje. Neem aan dat we dit helemaal terug moeten nemen. Er gaat aardig wat moeite achter zitten. Dus we gaan eens even kijken wat hier moet doen is. Misschien nog een mini schild of zo, altijd leuk. Actio. Niet altijd veel gebeurt hier. Ah, dat komen we zo weer terug. We gaan eens gewoon met het schild terug, anders dan duurt het allemaal weer zo lang. Het is wel een aardig stukje lopen. Dat klopt, dat heb je heel goed gezien. Dus ja, dat gaat nog eventjes duren. Anders stop ik wel gewoon even met recorden. Ja, ik stop even met recorden en dan kom ik weer terug als we terug zijn met het schild. Ik doe even een klein stukje van het schild tillen. Hey, afgevoerd, nice. We tillen even een klein stukje het schild. Gewoon even om jullie een leuk idee te geven van wat ik nou eigenlijk aan het doen ben met mijn leven op dit moment. Namelijk paar weinig, namelijk, ja. Als jullie vragen, Rick, wat doe jij nou eigenlijk op je vrije middag? Ja, een blok opgetild. Kom op, Ron, eens helpen. Ron, waarom sta je zelf op het blok? Jij Downie, echt. Gaat hij op het blok staan? Ja, ga lekker in de... Jongen, Ron! Noob! McBurger, denk. Zo, deze kant op. Oké, en ik stop even met recorden. En dan zeg ik tot zo. En dan zal het blok terug zijn bij het begin. Doei! Of wacht. Of toch niet. Of tot zo. Tenminste, tot zo. Blok tot zo, doei. Oké, nou heel vaak Ron in zijn gezicht raken met dit irritante ding. Omdat hij zichzelf gewoon, ja, dood wil hebben met dit ding, blijkbaar. Zoals dat, ja. Zijn we eindelijk ongeveer bij waar we moeten zijn. Ik realiseer me opeens dat dit ding ook handig is voor andere situaties. Je kan bijvoorbeeld over die irritante paddenstoeltjes heen klimmen, lijkt mij. Om er gewoon in te parkeren. Auw, mijn hoofd. Oh, dat is niet zo fijn. Eens even kijken. Maar ja, deze gasten zijn best wel laag IQ, want ze staan graag voor dat blok. Maar we hebben bijna als uitdagingsschild. Hoppa. Ah, een beetje door de bomen. Zet me daar neer, jongens. Yo. Daar wil ik hem. En nog pompoentaartjes. Heerlijk. Nam, 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 nam. En daar is het blok. Heb je hem? Goed zo, Emmeline. En dat is weer geoefend. We gaan misschien een niveau omhoog. Nou, het lijkt er nog niet echt op. Dat we level omhoog gaan. We hebben ook nul van deze spreuken allemaal uitgesproken. We hebben aardig wat meer gooien met EVO's gedaan. Maar ja, daar krijgen we weer geen credit voor, blijkbaar. Aviforce. Wow. Orchideus. Lapiforce. Epublio. Er zijn wel aardig veel spreuken in 4, maar dit is natuurlijk heel anders dan in... We hebben ook de verdwijnkaart gevonden. Geen idee wat de verdwijnkaart doet, maar niemand boeit het ook eigenlijk wat die verdwijnkaart doet, dus ja. En dan gaan we gewoon nog een keer naar het verboden bos, lijkt mij. Lijkt mij wel. De volgende aflevering gaan we lekker naar de kassen, daar zijn ook pas wel 1 of 2 schilden te halen. En door ons uitdaging, wij zijn verboden bos. Voor mij is je eenmaal bij de 4 schilden van de kassen hebt, dan kun je gewoon zo nodig 2 of meer doen en dan Voldemort. Ik denk, nou wat zal het zijn aan delen? Ik gok 11. 11 delen. Maar we gaan nu terug naar het verboden bos. Yeah. Er zijn nog zoveel dingen die we nog niet ontdekt hebben. We hebben nog steeds altijd Hermeline. Nog steeds altijd immer. Immer Hermeline. Hermeline blijft ons. Wij blijven Hermeline. Hermeline is gewoon goed, weet je. Waarom zou je wegdoen wat goed is? Laten we gewoon meteen deze kant op gaan. Gewoon zoveel mogelijk noobs negeren. De noob detector gewoon aan. Ben jij een noob? Oh, dan negeer ik je. Weet je, zoiets. Hier is dan wel weer irritant met die doolstomp achter je aan. Gaan even doodmaken in dat geval. Gaan even dood. Wacht, misschien kan ik hem van doolstomp. Hé, hey, paddenstoel gevonden. Even kijken. Waar, ik snap die paddenstoelen niet echt. Ze zijn heel raar, maar ja. Ja, dat gaat niet worden, hè. Tegen die boom aan. Oké, okay, neem deze. Hier is nog wel makkelijk wat mee weg te halen. Maar niet anders. Nog een binnen achter jij. Ja, mooi. In de roos. Kunnen we nu langslopen? Ik hoop het wel. Misschien niet. Ah, mooi. Het is niet helemaal vol overtuiging, maar ik zag hier uitdagingsschild. Yeah! Hoeveel hebben we er nu? 9. Nog eentje. We hebben weer een heel schild erbij. Ik weet niet of we nou echt precies met 10 per level zijn, of dat er gewoon meerdere zijn. Dat er gewoon in het level van 20 zijn, bijvoorbeeld. Ik denk dat we er nog wel eens tegenkomen in deze aflevering.
Laten we hopen van wel. Dat is wel handig. Zo. Kijk, we nemen dit boek nu gewoon een keer de andere kant op mee. Kom op jongens, even helpen tillen. Guardium Leviosa. Ja, kom op Ron. Ron, kom op. Ik heb je die vriendschapkaart niet voor iets betaald helemaal. Ja, betaald. Eigenlijk heb ik hem wel gekocht. Ja, met smekkies. Mijn zuurverdiende smekkies. Eens even kijken. Hier zit nog wat van die irritante paddenstoelen. Je kan er waarschijnlijk wel een blok op zetten. Dat is waarschijnlijk oplossing 1. Maar er zijn ook nog meer oplossingen waar ik niks van wil weten. Hier is een drakenbeeld. Interessant, interessant. Nou, die heb ik al gevonden. Oké, interessant. Is er achter nog wat? Ik stel voor dat we gewoon dit ding aan dit ding gaan trekken. Wat? Wat, Rick? Waar wil je in trekken? Ja, in de roos. Jee, we kunnen verder. Ik geloof dat die achter... Nou ja, ik geloof eigenlijk helemaal niks. Ik hoop gewoon dat die achter nog of een klein mini-schild zit of een uitdagingsschild. Maar maak ik allebei niet uit. Eén van de twee vind ik allebei best. Dus ja, we zullen zien wat dit ons te brengen heeft. Aqua Erupto. Aqua Erupto. Nee, die wil niet uit. Ja, die moet ook uit, maar... Kom op, Emmerlin, stop het met verbranden. Derde graas brandwonden zijn niet grappig, weet je dat? Ron, jij ook. Stop het met branden. Ja. What the fuck? Die wil niet uit. Nou, oké, kap me. Rage quit. Ga eens uit, jij. Goed zo, vuur. Goed zo. Ja, nice. Vuur weet ook even hoe die uit moet. Altijd handig als vuur weet wat hij doet. Ik hoop sowieso op een uitdagingsschild, een minietje, anders dan juist van, auw, vuur. La 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 vuur. Kom even uit. Jongens, even niet in het vuur staan, dat is heet. Vuur is heet, Harry en Ron. Ik dacht dat jullie dat wisten, maar nee. Het gebrek aan ontbreking ontbreekt. Deze boomstam komt me heel bekend voor, want ik ben er hier ooit al eens geweest. Ik weet niet of er nu wat anders te doen is of wat het gewoon hetzelfde is. En die paddenstoel knippert. Dat is niet goed. Ik zal er even een spreukje bij uitoefenen. Nou, dan niet. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar nee hoor. Ik geloof dat we nog niet naar rechts zijn geweest hier, of juist wel. Stop eens even jongens, Lindy. Waarom zit hier een hek tussen? Vind ik niet leuk. Nou, dan moeten we bij de andere kant op. Hey, ik zie daar een uitdagingsschild in de verte. Laten we daar eens even heen gaan. Zie je hem ook jongens en meisjes? Het is net Dora. Waar? Zie jij een uitdagingsschild? Waar dan? En dan klik en dan... Oh, daar is hij! Nou, dat doen wij dus nu ook. Deze boom rechts lijkt er heel erg op alsof hij gaat vallen. En dan valt hij straks en dan denk je, Rick, hoe weet je dat bij jou te zien? Oh god, nee, hier hebben we weer die leliespreuk voor nodig. De bloemen moeten namelijk openklappen. Zoals je kan zien, de bloemen moeten openklappen. En dan kun je naar het schild toe, lijkt mij. Dat is jammer dit. Of we moeten dat blok meenemen. Één draakje. Nou ja, goed zo, Rick. Drie. Oké, ik stop weer even met recorden. En dan ga ik verder met recorden als we dat blok deze kant op hebben genomen. Voor hoe ver dat kan. Dan zeg ik tot zo. Oké, we zijn er wel weer bijna. Het blok over de trap was vooral nog heel spannend. Want dat ging echt heel klein beetje. Het leek alsof je eraf ging glijden over de brug. De houten brug. Nou, de boomstam eigenlijk. Ging heel makkelijk. Het was gewoon zo'n brrr in één keer eroverheen. Ik weet niet of het gaat lukken. Als het lukt. We hebben gewoon drie uitdagingsschilden gehaald in het verboden bos deze aflevering. Dan kunnen we heel trots op onszelf zijn. En als het niet lukt gaan we volgende aflevering naar de kast. Leren we een leuke spreuk daar. Kunnen we sowieso weer twee uitdagingsschilden halen. Hoef in de kast zelf niet eens meer een uitdagingsschild te halen. Is wel handig. Maar ja. Als ik hier nog één mini schild haal, heb ik ook alweer een schild erbij. Dat is ook alweer te doen, denk ik. Eén mini schild halen hier. Moet lukken. Nog een keertje, jongens. Kom op. Ik heb zomaar het vermoeden dat het niet gaat werken. Dat ik het hele blok helemaal van niet deze kant op heb gehaald. Dat zou... Ah, nee. Oh, ja. Kan hier nou niet langs? Dat zou heel kut zijn als dat niet kon. Oh, jammer jongens. Hoppa. Ja, zal het zien gaat het wel lukken. Oh, gaat het lukken? Hemelien, kom op. Axio. Axio schild. Oké, het lijkt erop dat het niet net lukt is. Er zit er nog steeds dat draakje. Die niet goed geactiveerd is, lijkt wel. Maar dat is hij wel. Oké, jongens. Nog een keer met dat schild. Ding. Waarom mogen we niet op klimmen? Hop, laat me er eens op. Oh god, oh god. Zo jongens. Ik vind het wel gewoon een mooi blok zo. Ik bedoel, weet je niet hoeveel moeite ik ervoor heb gedaan? Had het tenminste iets gemaakt waardoor ik sowieso niet dichtbij hier kon komen. Maar nee, het kan dus blijkbaar niet. Zo dichtbij. En toch zo ver naast. Oh, dit is jammer. Harry, Ron, Hemelien gingen teleurgesteld naar huis.
Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we kruiden kunnen doen. Zodat we eindelijk dit schild kunnen pakken. Het schild van de klasoudste. En het schild... op het Rijnse Wijn zijn. Dus dat zijn alvast drie schilden bij de kast zelf. Zijn we waarschijnlijk ook weer een stuk of drie schilden halen. En ja, dan kunnen we gewoon de tweede opdracht doen, de derde opdracht en Voldemort inmaken. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering, de kassen. Als je het een leuke video vond, geef me dan even een like, zodat ik weet dat je ervan genoten hebt. Dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Of misschien wel een hele andere video. Bedankt voor het kijken. Doei!